Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik raakte geïnspireerd door mijn livestream van afgelopen zondag, door de moussaka met frikandel. Ik zat te denken wat ga ik bij de volgende video's doen en toen dacht ik ineens moussaka burger. Dat lijkt me echt onwijs lekker. Ik heb heel even snel gegoogeld, het bestaat natuurlijk gewoon, maar ik heb verder geen recepten gecheckt. Ik ga het gewoon zelf maken, een beetje zoals op de manier als ik de moussaka maakte in mijn livestream van afgelopen zondag. Goed mensen, ik heb alles klaarstaan achter me, ik heb al een beetje voorwerk gedaan, dus ik ga gelijk beginnen. Blijf vooral kijken. Waar is Lina? Kom eens open, Lina. Misschien mag je wel. Nee, je mag geen gehakt of zo, maar wel een snoepje. Goed. Nou, ik heb hier alle ingrediënten. Om te beginnen heb ik hier een Italiaanse bol. En het leek me echt wel een leuk idee om een keer een burger te maken op een hard broodje. Niet iedereen is er fan van, maar ik vind het lekker af en toe. En het is weer eens wat anders dan het standaard burgerbroodje. Ik heb hier 150 gram runde gehakt. Heb ik hier nog wat gepelde tomaat over van mijn livestream van de moussaka frikandel. Ik had ook nog wat aubergine over. Aardappeltjes heb ik altijd in huis. Ik heb hier een fijn gesnipperd uitje. Een teentje knoflook gesnipperd. Hier heb ik bloem en boter voor de roux. Allebei 15 gram. Strooikaas. En heb ik hier extra virgin olijfolie. Kaneel, chilipoeder en oregano. De frituur staat klaar. Ik heb hem net even aangezet, maar dat dacht ik, dat hoeft nog niet. Dus ik heb de stekker er weer even uitgehaald. Ik ga eerst beginnen met het maken van de bechamel saus in dit pannetje. En daarna zet ik de oven op voorverwarmen, frituur aan en dan ga ik de hele boel afmaken. Want ik ga de burger, de moussaka burger maken in de oven. Nou, dat belooft wat. Ik ben zo benieuwd. Het wordt ook gelijk mijn avondeten, dus ik bak er ook patat friet bij. Nou, jullie weten inmiddels wel hoe een roux gemaakt wordt. Ik laat het toch even snel zien. 15 gram boter dit keer. Ik vergat de melk nog te laten zien voor de bechamelsaus. Nou, boter smelten. Als dat gesmolten is, de bloem erbij. Niet laten aanbranden. Nou, even die boel garen. Volle melk erbij. Even de garde pakken snel. Even wat melk bij nog. Ik doe er een heel klein beetje kaneel in. Een beetje nootmuskaat. Oh, die typische bechamel geur door die nootmuskaat. Een beetje van die Italiaanse strooikaas. Maar ja, Italiaans. Maakt niet uit. Een beetje maakt het ook weer wat dikker. Klein beetje zout en een beetje peper. Gaan we roeren. Ik hou hem even zo. Klaar. Oven voorverwarmen op 180 graden, boven- en onderwarmte. Frituur aan. Zo. Pannetje. Gas aan. Extra virgin olijfolie. Niet te veel. Nou, dan ga ik de aardappel en de aubergine even pakken in de olie. Ik heb de aardappel heel dun gesneden. De aubergine erbij. Normaal zou ik de aubergine even laten weken een kwartier in zout water. Vanwege dat hij heel veel olie opneemt, maar dat ga ik nu niet doen. Gedoe genoeg. Zo. Dit is meer dan genoeg. Het is echt heel snel klaar. Ik heb ook niet al te veel olie gedaan, dus het valt allemaal wel mee. Ja, de aubergine gaat natuurlijk sneller dan de aardappel. Ik haal de aubergine vast uit. Laat de aardappel er even gaan. En dan laten we deze nog heel even gaan. Maar ja, die zijn ook klaar. Oké, done. Hier het gehakt. Ik doe daar de ui en de knoflook bij. Ik ga de ui niet eerst fruiten of zo. Zo. Dan
heel klein beetje chili. Dat had ik ook in mijn moussaka frikandel gedaan. Oregano. Niet te weinig. Dat is echt zo'n Grieks dingetje. Ja. Zodra je de oregano in gooit, ruik ik gelijk naar de Griek. En een beetje kaneel. Dat is ook zo essentieel voor die moussaka. Heerlijk. Staat de peper. Beetje zout. En dan doe ik een heel klein beetje van de gepelde tomaat in. En dan niet de tomaat. Tenminste het sap, maar dat is ook tomaat. Zo. En dan ga ik de boel even kneden. En ik denk dat er misschien nog wel iets van... Nou, heb ik nog niks vergeten, mensen. Dat is perfect, want hij hoeft niet onwijs stevig te zijn, omdat het een moussaka burger is. En hij gaat zo in de oven. Ik zit te denken, bak hem wel heel even aan in de pan, denk ik. Oef. Ja, dat is niet nodig, denk ik. Nee, dat doe ik niet. Ik doe hem van gelijk in de oven. Dan wordt alles eroverheen, dat zie je zo. Oeh, dat ruikt heerlijk. Nou, ik ga mijn burgerpers ook niet gebruiken vandaag, niet nodig. Kijken, een broodje. Maar iets groter dan het broodje, dan slinkt dat weer een beetje, denk ik. En ik ga dat broodje niet toasten vandaag, want dit is een heel stevig broodje. Dat lijkt me niet nodig. Kijk, de burger. Nou, ik heb een klein ovenschaaltje, heb ik al ingevet met een beetje roomboter. Dan doe ik de burger erin. En dan doe ik daar plakjes aardappel op. Ik ben echt benieuwd hoe anderen dit aanpakken. Mensen, wat ik zei, ik heb eventjes gekeken of het bestaat, verder niet. Nou, en dan aubergine. Ja, die is wel helemaal volgezogen met olie. Maar dat geeft niet. Olie is goed voor je. Zo. Tadaan. Dan heb ik hier de bechamelsaus weer. Dan gaat het overheen. Wauw, mensen. Het is eigenlijk een soort mini moussakaatje in de vorm van een burger. Oh, dat ruikt lekker. Oh. Er is gelijk de saus, daar gaat ook nog kaas overheen. Ik ben benieuwd hoe lang die erin moet. Ik denk niet zo lang als die moussaka van zondag, maar... Zo. Nou mensen, ik gooi hem de oven in. Zo, die is goed heet. Nou, even geduld. Ik ga ondertussen even een beetje opruimen. Zo, ik heb de afwas gedaan. Ik heb hier al een plankje klaarstaan. En dit mandje heb ik al heel lang. Ik heb het voor mij nog nooit gebruikt. Oh jawel, ik heb het één keer gebruikt voor mij voor courgette chips. Daar had ik hem voor gekocht. Broodje, even kijken hoe het met mijn burger gaat. We zijn nu een kwartier verder of zo. Hij kan niet te dichtbij, want er beslaat een lens. Maar ik zie al, ik moet hem even iets hoger zetten nog. Dus ik gooi hem eventjes naar 200 graden. En dan laten we hem nog even gaan. Nou, ik heb de patat frit al in het mandje gedaan. Kijk, dit is, kan je dat zo zien? Dit is patat met schil er nog aan. Dat is ook wel eens lekker. Dat heb ik van de week een keer gekocht. Heerlijk. Patatjes erin, patat frit. Zo, ik ga de moussaka burger uit de oven halen, want hij moet nog even afkoelen, want hij is loeiheet. En dan, als die patat dan, die patat friet klaar is, dan kan ik het gaan eten. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, prachtig. Zo. Ga ik vast de burger afmaken. Hier wat ijsbergsla voor de frisse knapperigheid. Wauw.
Kijk, dat is precies goed voor het broodje. Prachtig. Man, dat is lekker volgens mij. Zo, kijk eens. Een beetje zout. De moussaka burger met patatfriet. Ik pak ook nog even Hellmann's. En dan ga ik eten. Dat zal mij benieuwen. Kom naar de keuken, ik heb snoepje voor je. Kom maar. Kom maar. Spring maar op de tafel. Zo, poes. Ja, jij mag snoepjes. Oké, dan geef ik even Lina een paar snoepjes. Lina, kom er eens bij. Gezellig. Kijk eens, Lina. Hier. Zo ongeduldig, ze ziet geen eens de snoepjes. Nou, Lina mag het baasjes eten. Ik neem eerst even dat friet. Nou, dit wordt een dingetje. Ik weet niet of ik dit in mijn mond ga krijgen in één keer. Kijk, de moussaka burger. Het ruikt weer precies zoals moussaka hoort te ruiken, net als in mijn livestream. Alleen nu met echt gehakt in een burgervorm. Gloeiend heet. Het valt een soort van een bonken als ik een hap neem. Het is echt heel warm nog. Nou, ik ga even wat drinken pakken ook. Nou. Volgende poging. Even een vork erbij. Je moet allemaal een beetje op te eten verder. Aubergine. Ja, ik moet even. Poes geen zout. Kijk, ze valt helemaal aan bonken, joh. Met die saus en die bechamel saus. Ja, de burger is goed gaar. Het is toch een dingetje, een burger met een hard broodje. Het is toch wat lastiger eten. Ik vond het wel een leuk idee hierbij. Olivier. Kijk. Goed uit toch? Het is zo'n lief beestje, maar het is wel best wel irritant. Als je zit te eten hier en ze zwiept met de staart in je gezicht. Dat mag niet, hè? Ja, die slaap voegt zeker iets toe ook. Voor de knapperigheid, frisheid. Goed mensen, ik ga lekker mijn moussaka burger en de patatfriet opeten. Over een uurtje, een klein uurtje moet ik naar mijn werk. Dus even een bakje koffie zetten hierna. Goed mensen, ik wens jullie allemaal een hele fijne donderdag toe en ik zie jullie zondag bij een nieuwe video. Ik ga zondag niet live, dan heb ik een verjaardag van mijn broer, maar de zondag erna wellicht met Jan Tom Jam samen. Lijkt me heel leuk, jullie vroegen er ook om en het is alweer een tijd geleden, dus maar pin me er niet op vast. Ik kan altijd wel tussenkomen, maar dat is wel het plan. Oké mensen, fijne dag en tot de volgende. Doei!